Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Chiltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, we zijn in Sterrenkwartier. En er gaat weer een even kijken, 1, 2, 3 fletten gaan er weer plat hier. Oh. Dus, ik dacht, ik ga weer even een videootje maken. Nou is het normaal niet zo echt heel erg leuk om beelden te maken van sloophuizen. Dat is nou niet echt heel erg interessant. Oh, ik zie dat ze daar ook alweer wat ruiten in gekinkeld hebben. Maar ze hebben ook hele mooie graffiti gemaakt. Nou, hier is het echt helemaal totaal helemaal niks. Hier ook. Het ziet er totaal niet uit. Want een slechte graffiti. Maar ik heb gehoord dat ze verderop echt hele mooie graffiti gemaakt hebben. Nou, hier is alles dus dicht getimmerd. En vooral heel veel graffiti. Nou, daar zie je twee ramen eruit leggen, daar zo. Dus ja, dat ook nog eens een keer. Maar in ieder geval, ze schijnen een paar hele mooie tekeningen gemaakt te hebben. Dus dat wou ik even filmen. Dat vond ik wel even leuk om dat even te filmen. Dus ik zou zeggen, laten we gaan kijken. Ja. Dit is dus helemaal, het ziet er niet echt heel erg mooi meer uit. Ik snap het ook niet, want kijk, daar hangen nog gewoon stoelen. Of daar staat dan gewoon een stoel en daar hangen nog gordijnen. Ja, gordijnen, dat doen ze meestal wel. Dat is om ervoor te zorgen dat het nog een klein beetje bewoond lijkt. Nou ja, echt bewoond is het niet. Kijk maar, het is helemaal dichtgetimmerd helemaal. Maar die stoelen, dat snap ik alleen niet. Daar hangen nog een gordijn op 6:30. En de overgordijnen hangen daar nog. Daar hangt nog een vitragegordijntje. En daar hangt ook nog een vitragegordijntje. Eens even kijken of ik hem in kan zoomen. Hier hangt ook nog een vitragegordijntje. Dus ja, we gaan zo nog even verder kijken. Dus ik ga hem even uitzoomen. Zo, even uitzoomen. Ik maak het niet te laat. Ik was gisteren 1 uur thuis. Dit is de dag opgenomen nadat ik naar de kermis geweest ben in België met Joost en Ger en Ricardo. Nou, dit hebben ze dus allemaal opgenomen. Dit hebben ze dus allemaal met graffiti gemaakt. Ja, sommige zijn heel mooi. Oh, hier begint het eigenlijk een beetje. Dit is wel heel erg mooi. Ik heb ook 2 metro's gezien. Ze hadden echt 2 hele mooie metro's hadden ze gemaakt. Ja, dit is dan wel weer ook heel erg mooi. Er zitten ook wel weer hele mooie kunstwerken tussen. Dus daar gaan we even kijken. Dat wou ik even filmen. Moet ik eigenlijk beginnen bij het begin eigenlijk. En daar hangen ook nog gordijnen allemaal. Daar hangt nog een gordijntje. Maar dat, meestal doen ze dat om er nog een beetje bewoond uit te laten zien. Ja, het ziet er totaal niet uit, want het is gewoon helemaal leeg. Alles is gewoon helemaal dichtgetimmerd. Moet ook tegenwoordig wel, want tegenwoordig gaan ze overal in. Natuurlijk. Maar ik vind het wel leuk eventjes om dat te filmen. En ik had zoiets van, ja, ik ga toch wel even filmen. Nou, hier is het niet echt heel erg mooi. Hier ook, dus we gaan hier beginnen. Hier hebben ze wel een leuke bustekening gemaakt. Wat is het? Een sneltram? Of zo? Sneltram in de vorm van een poppetje met oogjes en een pantograaf. Echt wel grappig. Nou, hier een mol getekend. Die is ook wel heel erg mooi. Nou, dit staat dus allemaal leeg, jongens. Dit staat allemaal leeg. Deze flat staat helemaal leeg. Alles gaat binnenkort weer plat. Dus ze gaan in 2023 gaan ze ook weer beginnen met slopen. Ja. We lopen even een rondje eventjes. Een mannetje. Is ook leuk. Hier een duiveltje. Is trouwens ook heel leuk. Duiveltje getekend hier ook. Een duiveltje. Die kan je eens goed naar binnen kijken. Ja. Nou, het is hartstikke donker. Het is echt hartstikke donker. Maar goed. Hier ook allemaal graffiti. Oh, kijk eens. Die heb Ricard helemaal nog niet gezien. Beide Ricards niet. Ricardo Hollander niet. En Ricardo Verleeuwen niet. Kijk eens. Type M. Een emmertje, jongens. Oh, daar moet ik dadelijk een foto van maken. Fantastisch. God, wat ziet dat er mooi uit, zeg. Hier een of ander poppetje. Deze vind ik ook wel heel erg mooi, hoor. Dat is echt een oude metrotype M is dat. Ja, die rijden inmiddels al 20 jaar niet meer, maar
Ja, ik heb toch altijd iets met emmetjes. Ik vind emmetjes vind ik echt ontzettend mooi. Dus ja. Nou, hier ook Ox Alien en Dood Konijn. Nou, ook wel leuk die poppetjes zo getekend zo. Die vind ik ook wel heel erg grappig. Maar ik ga dadelijk nog een TikTok filmpje opnemen. Ik wil dadelijk nog eventjes fotootjes maken. Bimes of zoiets, weet ik veel wat. Machine Bimes, ik weet niet wat dat betekent. Maar het, ja, het levert wel mooie beelden op. Ik vind die type M, die vind ik echt fucking mooi hoor. Hey. Dat is echt mooi. Nou, dan gaan we verder kijken wat we nog verder zien. We lopen gewoon even een rondje en dan ga ik dadelijk nog een rondje lopen. En dan maak ik gelijk ook allemaal fotootjes eventjes. Want ik vind het wel ontzettend mooi. Ik weet eigenlijk trouwens niet, als ik nu druk, of dat ik dan een foto kan maken. Vastleggen. Hij legt hem wel vast, maar of dat nou lukt, weet ik niet. Maar goed, in ieder geval moet ik deze ronde dus twee keer lopen. In ieder geval, ja, misschien doe ik het wel eventjes. Gewoon even dat ik hem stilleg en dat ik daarna nog een filmpje maak. Hier, Didi en Dexter. Die is ook wel heel erg mooi. Didi en Dexter. Hier een soort alien-achtig iets. Die is ook wel grappig. Een soort E.T. Is dat nou E.T. of zo, joh? E.T. Ja, E.T. E.T. Ik vind die Dexter en die Dexter vind ik ook wel heel erg leuk. Het is wel mooi gemaakt. Dexter en Didi. Echt leuk. Echt leuke tekeningen. Sommige tekeningen zijn echt mooi. Oh, dit is die ene. Deze had Ricardo gemaakt. Hij zei, er is één stukje. En die is vanaf de grote weg te zien. Dat is dus deze, prima. Dat is dus deze, kijk. Twee bommetjes uit de 5300 serie. En die andere is eigenlijk, dit is eigenlijk een 5300 en dit is eigenlijk een 56 of 5700. Mooi man, prachtig. Ja. Die spin is ook grappig. Hier Roel. En ja, ik had echt zoiets van, ja, eigenlijk wil ik vandaag even naar buiten om dit even te filmen. Nou, hier allemaal de gravity. Allemaal gravity. Er staat precies ook een struik tussen, dus het is nog niet echt heel erg interessant. Maar ik vond het wel leuk om te filmen, jongens. Nou, deze flats die zijn nog allemaal bewoond. Dus daar gaan we niet filmen. Dit staat volgens mij niet leeg. Of staat dit nou ook leeg? Ja, het lijkt wel. Het lijkt van niet. Het lijkt hier nog bewoond te wezen. Nog twee gordijnen. En dan Hiro, hè. Maar waar hij die andere foto gemaakt heeft, dat weet ik niet. Nou, dit is nou niet echt hele mooie kunst. Die mol die is ook wel heel erg leuk daar zo verderop. Die zal ik zo laten zien. Dat is een beetje ook te ver weg eigenlijk. Nou, deze flat gaat dus ook plat. Maar er staan best wel leuke tekeningen bij hoor, jongens. Ik vind die tekeningen vind ik echt mooi. We gaan dadelijk nog eventjes een rondje lopen. Oh ja, deze. Ja. Ik zie hem. Kijk. November 2020. De metro op de Wolfenstaarten in Spijkenisse. De metro. Metrostel 5351. Daar hebben ze ook een tekening van gemaakt. Van de Wolfenstaarten. Jammer eigenlijk hè, dat ze dit zo mooi kunnen maken. En ja, binnenkort gaat dit weg. Ja, dan gaat dit ook verloren. Dat vind ik eigenlijk wel zonde eigenlijk. Had dit op een hele mooie plek gezet, ergens waar het bewaard kan blijven. Want zo'n tekening, ja, ik vind dat mooi. Voor mij mag dit soort tekeningen, dat mag wel bewaard blijven. Dat vind ik wel echt ontzettend mooi. Studio. Dat is een of andere groep is dat die dat maakt. Prachtig. Ik weet niet of dat we dadelijk daar naartoe gaan lopen.
Voor mij staat die daar ook leeg, maar dat weet ik niet zeker. Nou, hier komen we weer terug bij de auto, denk ik. Ja, hier komen we weer terug bij de auto. Gaan we even deze flat gaan we even nalopen. En dan die flat hierachter. Die wil ik even nalopen. Dat ik echt alles te zien krijg. Dit trouwens, het poppetje heb ik ook nog niet opgenomen. Waar is het poppetje? Volgens mij heb ik ze nu allemaal. Kijk, hier hebben we een poppetje. Wacht even. Die vind ik ook wel grappig. Ja, een soort botsautootje. Nou, wat leuk gedaan. Hier is de lift. Die gaat binnenkort ook plat. Het is altijd spectaculair om dat te zien. Volgens mij bij de eerste flat die ze gesloopt hebben. De latere gebouwen hier in Sterrenkwartier niet. Maar daar hebben ze toen... hebben ze toen die lift heel spectaculair naar beneden gehaald. Het andere viel wel reuze mee. Nou, deze flat staat ook leeg. Oh, kijk nou, Feyenoord. Die is ook leuk. Een Feyenoord poppetje. Leuk, man. Ja. Wel grappig gedaan. Ik ga dadelijk zo weer teruglopen. Ja, ook nog een gordijn hier, oh. Wat gordijn. Ja. Doen ze even een beetje om ervoor te zorgen dat het een klein beetje bewoonbaar is. Nou, hier zie je heel goed de ramen die aan het dichtelen leggen. Er zit wel dubbel glas in. Dat wel. Je ziet dat aan twee kanten. Hier niet. Hier is geen dubbel glas. Hier zit gewoon echt een gat in. Hier de gordijnen. Hier hebben ze zelfs, zijn ze zelfs door het dubbel glas heen gegaan. Hier ook. Ja. Volgens mij, verderop zijn er niet echt mooie tekeningen meer. Maar we gaan het toch nog even allemaal nalopen. Even kijken, hier ook een raam kapot. Ik weet niet wat ze hier aan de zijkant gedaan hebben. Nee, dat is alleen maar deze hebben ze gemaakt. En hier zijn er nog maar een paar. Die zijn, maar volgens mij wonen ze in deze flat nog. Maar deze flat gaat ook plat. Verderop hebben ze al een paar benedenwoningen hebben ze al dichtgetimmerd. Nou, hier een mosmannetje, ook wel grappig gedaan. En een molletje, die had ik net laten zien. Nou, hier of verder rest is er niet echt heel meer, veel meer te beleven. Deze flat is volgens mij nog wel in gebruik. Zoals ik het kan zien, is deze flat nog wel in gebruik. Ja, want er staat ook een fiets. En verderop, daar hebben ze al, kijk, hier hebben ze ook al een ding dichtgemaakt. Deze. En daar zo. En hier hebben ze dadelijk verderop, hebben ze al wat benedenhuizen dichtgetimmerd. Dus ik loop hier gewoon even rond en dan kijk ik eventjes. Oh, zo, daar gaat er eentje. Maar ik vond het wel leuk om dat even te filmen. En ik denk dat ik eventjes een TikTok-filmpje is ook wel leuk om dat te doen. Want het is best wel een mooie kunst. Ja, dit niet. Maar dit is gewoon helemaal dichtgetimmerd. Er zijn twee huizen, nummer 52 en nummer 54. Maar hier woont volgens mij, voor de rest wonen hier nog mensen. Dus dit, dat duurt nog eventjes voordat het leeggehaald wordt. Deze staat volgens mij ook leeg. Ja, dit huis staat ook leeg. Ook een benedenwoning. Dit pand wordt verzorgd door Leibol of zoiets. Dat wordt natuurlijk streng beveiligd. Dat er geen, geen junks en zwervers in gaan slapen. Eens even kijken of dat dit nou nog leeg staat. Als dit niet leeg staat, dan ga ik weer verder. Dan ga ik hem neerleggen. Dan ga ik zo eventjes kijken of dat ik nog ergens eventjes... even een TikTok-filmpje opnemen. Ik wou in ieder geval dit even laten zien. Dat vond ik wel even heel erg leuk. Hier kun je ook nog kijken, een heel stuk. Het zijn al die flats waar ik net langs liep. Daar staat hier achter dat gebouw staat mijn auto. Nee, dit is allemaal nog bewoond. Ja, dit is allemaal nog bewoond. Dus dan ga ik hem, uh,
ga ik hem neerleggen, jongens. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan gaan we nog eventjes snel wat foto's maken. En nog eventjes snel even een TikTok-filmpje opnemen. Dus dat vind ik ook wel leuk. En dan heb ik dit toch even mooi op beeld. Want dat wou ik wel echt heel graag op beeld hebben. Ik loop even door. Helemaal naar achteren. Want daar staat de mol nog. Die heb ik nog niet echt heel erg goed in beeld gebracht. Dus die wou ik nog even filmen. Eigenlijk de mol vind ik wel heel erg leuk. En dan dadelijk weer een paar hele mooie foto's voor TikTok en een paar mooie filmpjes. Hier het wijkkantoor van Maasdelta. Waar zit hij? Hier ook ergens. Ja, daar zo. Dus ja, dit gaat allemaal plat binnenkort, jongens. Binnenkort gaan er weer echt een heleboel flats gaan er weer plat. Dus ja, ik ga nog even de mol filmen. Oh, daar zit ook nog een soort tijger is er. Of een poes. Die ziet er ook wel heel erg mooi uit. Oh, kijk nou, het is een soort mol die uit de fles komt. Leuk gedaan. Leuk gedaan, leuk gedaan. En dan hier nog een tijger. Of een kat, een tijger. En dan hier weer de metro op de Wolven starten. Dus ja, leuk in ieder geval. Ik heb dit in ieder geval, ik wou dit graag op beeld hebben en dat heb ik. Dus ik ben weer helemaal tevreden. Nou jongens, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe dat duimpje de lucht in, abonneer op mijn kanaal voor meer. Zie je wel, ik zei je toch, er komen gewoon weer video's. Er komen gewoon weer nieuwe video's. Komen er op mijn kanaal. Af en toe duurt het eventjes. Zit er een weekje of twee weken, net zoals vlogs geleden. Dus er kan even twee weken tussen zitten. Maar in ieder geval komen er nog genoeg leuke video's voor jullie. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Groetjes van deze kant. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje voor de notificaties. En abonneer vooral en support mij in de strijd op YouTube voor leuke content. Want zo is het natuurlijk. Ik ben er niet om ruzie te zoeken. Dat doen anderen wel voor me. Ik ben er voor om leuke content te maken. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Hoi hoi. Doei. Hey, rappers niet dissen mij en shit. Hou die shit thuis, broertje. Hey. Kast open, twijfel of ik Gucci of Lacoste pak. Ik kan hem klippen in een Gucci of Lacoste pak. Want ik ben boef, gap, die jongen waar ze over praten. Zo high, maar ik doe geen telefoonreclames. Je maakt gewoon reclame. Ik heb flows voor haters, mij stay ziek. Holla me, heb ik het overvaren. En zo dwerries die blokken laten overvaren. Drie shows op een avond, meisje, je van zoontjes haasten. Heb het...